Het systeem dat de regering vanaf zondag 5 februari hanteert om de brandstofprijzen te bepalen, is niet nieuw. Dit haalde minister Stanley Ragubashing van Financiën en Planning gisteren aan in de Nationale Assemblée. Hij gaf te kennen dat dit systeem van 2005 tot 2012 is toegepast en het in die periode goed heeft gewerkt. In die periode heeft de markt de prijs bepaald. In die periode was een liter brandstof op gegeven ogenblik ongeveer had de waarde van $1.50. En iedereen betaalde hem. Die prijs fluctueerde mee met de markt, omhoog, omlaag. Het gaf geen schokken in de begroting. Het gaf geen schokken in de prijzen in de winkels. En ons volk was eraan gewend geraakt en wist dat daarmee gewoon de beste manier van prijsvorming tot stand kwam. En dat daarmee ook geen schokken naar de gemeenschap toe, naar de begroting toe, naar de staat toe. En ook niet op het gebied van prijzen van goederen en diensten plaatsvonden. De bewindsman geeft aan dat de regering Santokki-Brunswijk veel vertrouwen heeft in het oude brandstofprijzensysteem en het daarom opnieuw introduceert. We weten ook dat het binnen enkele weken geaccepteerd gaat zijn en gewoon goed gaat werken. Voorzitter, daarbij laat me drie zaken noemen die daaraan verbonden zijn. Eén is dat u nu reeds ziet, vandaag reeds ziet, dat er concurrentie op de prijs is. De drie maatschappijen die olie leveren, Sol, Rubis en Staatsolie, die hebben alle drie een verschillende prijs. En degenen die dat de moeite hebben genomen om te vergelijken, die zullen zien dat dat prijsverschil niet klein is. Ik geloof dat de prijs van Staatsolie zelfs 2 SRD onder de prijs is van de concurrentie. Ik denk dat het de moeite waard is om te zien dat er concurrentie ontstaat en dat gaat helpen om de markt efficiënter te maken. Minister Ragubashing zegt dat er goed is nagedacht over het afbouwen van de subsidie op brandstof. De subsidie van 350 miljoen SRD, welke de overheid per maand betaalde, heeft schade aangericht in de begroting. Hij meent dat met de getroffen maatregel het volk wordt gediend met het helpen stabiliseren van de koersen en prijzen.